Het gaat bijzonder slecht met de PvdA in Rotterdam. En dus komt de grote leider Diederik Samsom helemaal naar de godverloren Alexanderpolder in Rotterdam om Hamid Karakus een handje te helpen. Dat kan alleen in Rotterdam. Ja, daar weten ze van wat. Gaat u PvdA stemmen? Mooi, altijd gewoon jaren. Maar vandaag dan niet meer. Partij van de Armoe is het. Zo teleurgesteld in de partij. Gaat u op de PvdA stemmen? Nee. En u heeft wel een roos? Ja. Zo meneer, bent u ook zo blij dat Diederik Samsom vandaag hierheen komt? Hier in Rotterdam? Ja? Ja, dat hoeft niet. Helemaal naar Rotterdam Alexanderpolder. Gaat het zo slecht met de PvdA? Nee, ik ben overal in Rotterdam geweest. Dus het gaat juist goed met de Partij van de Arbeid. En, nou, of het gaat juist slecht dat u overal heen moet komen? Nee, ik kom sowieso overal. Het is gewoon één partij, je helpt elkaar. Eén club. Doen jullie bij Geen Stijl ook wel, hè? Nee, wij haten elkaar eigenlijk. Ja, dacht ik al. Ja, typisch. Denkt u dat het veel zin heeft om zo op een plein een toespraak te houden? Denkt u dat het veel stem oplevert? Ik denk dat het uiteindelijk zin heeft. Vindt u ervan dat Samsom hier op het pleintje stond? Die heb ik niet gezien. Hij was er. Oh! Nee, ik heb hem niet gezien. Kan hij u nog overtuigen? Nee, beslist niet. Dus hij was er eigenlijk voor niks? Ja. Mensen zijn niet zozeer alleen boos over... Jawel. Ja. Ze zijn echt wel boos hoor. Ja, ze zijn boos over dat het nog niet goed gaat. En natuurlijk kijken ze dan naar Den Haag. Dat snap ze ik. Zijn boos dat u met de VVD samenwerkt. Nou, daar merk ik eigenlijk niet zoveel van. Ik weet niet wie jij hebt gesproken, maar... Het worden echt hele nare knipplakken. Ja, moment. Dat vrees ik ook. Ja. Met de VVD in zee tegen haar jongens hebben ze het eigen schot afgesneden. Heel de PvdA. Sinds de Pim voor Thuis stem ik niet meer op de Partij van Arbeid. Ik ga over mijn nek. Dan moet ik ze allemaal in elkaar slaan. Dat heeft toch geen zin. Zijn ze niet meer voor de arbeiders? Nee, helemaal niet meer. Zolang dat ze met de VVD in zee gaan, jongen, is het afgelopen. We gaan naar de kloot hier, heel Nederland. Nou, let eens op, daar gaat hij. Werkloosheid wordt nog groter, steeds groter. En nog steeds een VVD aan. En VVD zegt er van één ding: wij gaan voor jullie zorgen, hebben meer werk. Gelooft u ze niet meer? Nee. Vorig jaar had ik op PvdA gestemd. En waarom twijfelt u nu dan? Omdat de regering zoveel problemen levert. Vol gas! Allemaal leuk en aardig dat roos uitdelen. Toch maar een paar irritante vragen stellen over de klokkenluider. Staat de Partij van de Arbeid ook voor klokkenluiders? Ja, nou, we staan in ieder geval voor mensen die daar inderdaad recht op hebben. En ook voor de klokkenluiders, zeker. En toen kwam er een klokkenluider en die werd eruit gegooid door Karakus en Moti. Ik ga niet de hele tijd over zeg maar, dit soort dingen praten, want het is hier allemaal in Rotterdam al aan de orde geweest. Ja, maar dit is nog wel steeds een onderwerp die mensen bezighouden. Ja, jullie zeker. En dat is heel goed. Zo ga je toch niet om met klokkenluiders als Partij van de Arbeid? Nee, wij willen ook juist goed omgaan met klokkenluiders. Hoe het met deze specifieke zaak is, dat is altijd ingewikkeld. En waarom heeft hij er eentje uitgegooid dan? Nou, kom even met een originele vraag. Vind ik nog steeds een belangrijke vraag. Zeker een belangrijke vraag, ook voor u, ook voor mij. Nou, zoals u weet, het ligt onder de rechter. En het is natuurlijk niet gepast om daarover, over je mensen, over je ambtenaren te praten. Ik ben hier om campagne te voeren. Maar u heeft hem er al uitgegooid en u wilt er niet over praten? Nou, maar kijk, zo zwart-wit is het natuurlijk niet, hè. Nou. Er is in ieder geval een proces, ligt bij de rechter. En de rechter bepaalt uiteindelijk of de gemeente, want het gaat om de gemeente en niet om mij, of de gemeente gelijk heeft, of die ambtenaar. De ABC-commissie gaat nog een uitspraak doen over die klokkenluider. De voorzieningsrechter heeft Karakus zo in het ongelijk gesteld. Kunnen we excuses verwachten van Karakus en de PvdA aan de klokkenluider? Ik ben Hamid niet, dan moet je die vraag aan Hamid gaan stellen. Maar wat, hoe vindt u dat? Hoe vindt u dan dat? Dan moet je die vraag aan Hamid gaan stellen. Ja, maar u kunt nou wel weglopen, maar ga je als partij toch niet om met klokkenluiders? Ik loop niet weg. Jullie wel. Ik sta hier altijd. Ja, maar je moet vragen aan Hamid stellen, zeg ik, die over Hamid gaan. Ik ben Hamid niet, kijk, ik zie er heel anders uit. Dan moet u aan de gemeente vragen. Dan moet u aan de betreffende wethouder vragen, die daarover gaat. Ik sta hier vandaag als lijsttrekker van Partij van de Arbeid. Maar u heeft er toch wel een mening over? Nee, maar de gemeente en de commissie en de ambtenaar, die hebben een proces en daar gaat het over. En laat eerst de commissie maar eens even een oordeel geven. U wilt daar niks over zeggen nu? Nee, maar het is ongepast. En Hamid Karakus heeft verantwoordelijkheid genomen voor het feit dat het met die moskeeën niet goed geregeld was. Ja, nadat de klokkenluider het aan het licht brak, die werd voor dank op straat gegooid. Maar soms heb je mensen nodig die je tippen, omdat je niet alles kunt zien. En die tip is juist in dankbaarheid aanvaard en de problemen zijn opgelost. Nee, dat is echt niet waar. Hij is op straat gegooid. Nee, wat er daarna... Daar wil ik nog eens met hem en jou en anderen over verder spreken. Maar die situatie bij die internaten, die is opgelost.